Vorig seizoen maakten ze beide de dienst uit in de keukenkampioendivisie. Uiteindelijk werd Heracles op doelsaldo kampioen. Met PEC Zwolle tweede. Maar promoveerden ze wel allebei. En voorafgaand aan deze speelronde terug te vinden op plek 9. In het geval van Heracles met 8 punten. En plek 11 wat betreft PEC Zwolle met 7 punten. En dat is uitstekend als je net bent gepromoveerd. Vandaag is hij toeschouwer omdat hij in de warming-up geblesseerd raakte. Hier gaat Nambli. Nambli komt een heel eind. Tot bij Velanus, terugleggen en daar is Van den Berg. De eerste die Brouwer echt test in deze wedstrijd. Nambli legt klaar voor Druif. Krijgt hem weer terug. Ja, dan is daar Velanus helemaal vrij. En redt Brouwer opnieuw. Dit is een 100% kans voor Odysseus Velanus. Corner, die is niet voor Brouwer. Die zich ook gelijk verontschuldigt. Handige draai van McNulty. Voordeel gegeven door Nijhuis. McNulty kan hem voorgeven. Daar is die. Moeilijke bal. Van den Berg, randje buitenspel. Kapbeweging is goed. Het schot, niet echt. De rebound is voor T. Maar dan gaat alsnog de vlag omhoog voor Davy van den Berg. Had inderdaad de schijn van buitenspel. Hier het bewijs van buitenspel. Goeie inspeelpaas van diezelfde Bultman. Bruns zet Limbomba aan het werk. Daar is de kans voor Sanko. Dat is de beste kans voor Heracles. Ja, moet eigenlijk alleen maar tegen die bal aan te lopen. Dat doet hij ook, maar die bal schiet omhoog. Tot grote frustratie. Velanus. Van den Berg krijgt hem voor. Mouahim haalt weg, Nambli. Er komen 3 minuten bij minimaal als hier het schot is. En weer de rebound voor T. En weer buitenspel. Nu voor T zelf. Na dat schot van Buurmeester. Bruns met de voorzet en Sanko. Nog maar een keertje voor zijn man gekomen. Lam. Mouahim. Even lastig gevallen door Druif. Oh. Zo in de voeten bij Nambli. Door Bultman en nu Druif. Een bakboord. Nu wel een keer Hansson. Dan ook maar eens laten zien dat hij wat meer de bal moet krijgen. Bijvoorbeeld met zo'n bal. Bijna een eigen doel gekopt door Thomas Lam. Hoekschop schiet door en daar wordt heel erg vastgehouden. Nijhuis wil er niet aan. Daar gaat de VAR nog wel naar kijken. Dat duel waar Hoogma bij betrokken was. En hier Sanko. Bruns draait hem in. Hij hoeft er alleen maar tegenaan te lopen, Sanko. Let op daarboven in beeld. McNulty met Hoogma. Allebei vasthielden. Velanus. Van den Berg terug naar Velanus. Vooral heel hoog deze bal. Weggekopt door Willems. Duwtje van Buurmeester kan door de beugel. Dan is daar Druif. Komt niet tot een schot. Van den Berg kiest voor Velanus. Die is voor de goal. En daar is de 0-1. Altijd weer Lennart T.
En dan kent Heracles een sterke fase van een minuut of vijf. Maar is het PEC Zwolle dat scoort. Wijm van de bal gezet door Buurmeester. Kijk dan vragend naar Nijhuis. Maar ja, je weet dat hij daar geen vrije trap voor gaat geven. Wijm nu zelf naar Limbombe. Limbombe er half langs. En een strafschop, zegt Nijhuis. Overtreding met McNulty. Dat is niet slim. Emiel Hansson. 1-1. Strak in de hoek. En bovendien de andere hoek. Waar Schendelaar naartoe ging. Velanas. Geblokt. En dan ligt er ruimte voor Heracles met Hansson. Engels heeft natuurlijk wel de snelheid. Daar wordt Engels gelanceerd. Mario Engels en Schendelaar. Engels ontwijkt de tackle, maar krijgt de bal niet onder controle. Ja, dan moet je dat flesje weer gaan halen als je nog wat wilt drinken. En je het uit de woede het veld ingooit. Hansson. Oeh, die heeft veel ruimte. Hansson! 2-1 Heracles. Je ziet hem maar heel weinig deze wedstrijd, Emiel Hansson. Maar hij lijkt een hoofdrol te gaan opeisen. Schendelaar op zoek naar Velios. Die kan er niet bij. Daar is wel die. Die bal niet vol raakt. Want dat was toch, zonder dat die het zichzelf misschien realiseerde, best een kans voor PEC Zwolle. En Hansson. Weemeyer. Naar Van Oorschot. Wacht. Heeft hem terug aan Weemeyer. En Schendelaar met één hand. En nog een keer Schendelaar. Heracles wint met 2-1 van PEC Zwolle. Dat daarmee op 11 punten gaat komen. En dat is een uitstekende score voor de promovendus.